Kwadratische formule, lineaire formule. Dit is de kwadratische, herken je aan tweetje. Dit is die rechte lijn, hè? Dat is hoofdstuk 3. Je moet een grafiek in één figuur gaan tekenen. En daar bedoelen ze mee, oké, mijn pennetje erbij, dat je als je zo het assenstelsel hebt, dat er ook, dat is natuurlijk een beetje gek, assenstelsel. Als je zo het assenstelsel hebt, dat je dan bijvoorbeeld zo de parabool hebt en zo een rechte lijn. En dat moet dan in één plaatje, dus niet twee assenstelsels gaan tekenen. Ik ga het laten zien, want je moet dan eerst tabellen maken. Daar hebben ze niet eens meer bijgezet, maar dat moet wel. Altijd dan een tabel maken. Nou, zet erboven welke van wat is. En dit is van de lineaire. En bij een lineaire heb je maar twee getallen nodig om in te vullen. Ik pak heel vaak 0 en 2. Dit is de parabool. Als er niets bij staat, ga je gewoon van min 3 tot 3 in de brugklas. En je hebt dan 3 onder de 0 en 3 boven de 0. En dat doe ik de 0 zelf. Dan gaan we dat doen. En ik begin even met de lineaire. Begin gewoon met degene die je wil. I is 2x plus 1. Dan vul je voor de x eerst 0 in. Dan krijg je 2 keer 0 en dan kom je plus 1 en kom je uit op 1. Had je al kunnen zien, hè? Dat weten jullie misschien al inmiddels dat dat het beginnetje is. Dan vullen we de 2 in. Dan krijg je 2 keer 2 plus 1 is 4 plus 1 is 5. Dit hoef je bij ons niet op te schrijven. Bij als je een tabel maakt, want de tabel is namelijk je berekening eigenlijk in feite bij ons. Dus, en ik denk bij de meeste docenten niet. Want als je bij een tabel al je berekeningen op moet schrijven, is het tijd voor je toets om. Dus ik verwacht dat jullie ook gewoon gelijk dit zo mogen invullen. Het kan soms wel handig zijn op een klapblaadje dit uit te rekenen. He, dus niet in je hoofd gaan doen, dan maak je vooral bij deze minnetjes en bij deze heel erg een fout. Mijn tip is hier echt even op een klapblaadje te schrijven. Dit. En dan ga je invullen. Nou, dan pakken we eerst, ik pak altijd eerst de 0, want dat vult gewoon lekker in. En dan krijg je dus min 0 kwadraat plus 4. Ja, min 0 bestaat niet, hier kom je gewoon uit op 4. Dus bij 0 hoort 4, die hebben we. Dan gaan we de andere invullen. Nou, en als we nu de andere gaan invullen, dan krijg je dus i is min en dan iets in het kwadraat plus 4. Je kunt nu ervoor kiezen om gewoon links te beginnen met die min 3. Maar let dan op, dan moet je haken om de min 3 zetten. Daar moet de haak omheen. Dit is 9, dus je krijgt hier min 9 plus 4. Ja, je hebt een 9 tekort, je telt er 4 bij op. Dan kom je hieruit op min 5. Dan gaan we de min 2 invullen. Ik doe het zo niet. Wat ik hier doe, zeg maar, dus ik ga het wel eventjes laten zien. Min 2 in het kwadraat. Dit is 4, min 4 plus 4 is 0. Wat doe ik nu met die negatieve getallen? Ik vul gewoon de positieve getallen in. Dus zo kun je het doen. Na 1 voor 1 invullen, kom je eraan uit. Dan doe je hetzelfde met min 1. Let op, min 1 kwadraat is 1. Dus dan krijg je 1 plus 4 en dat is... Wacht even, dan zit ik fout. Maar je had dus min... Nou, wacht even, ik ga het even beter doen. Ik dacht, doe het even snel, maar dat werkt niet. Ik ga het even snel beter doen. Als je min 1 invult, dan krijg je dus deze... Dit is 1 en niet 2. Dus je krijgt hier min 1 plus 4 en dat is 3. Nou, hoe doe ik het zelf? En dan zou ik, zo kun je helemaal verder, hè? Zelf vind ik het fijnst om altijd met de 0 te beginnen. En dan pak ik de 1. Dat is 3. Vul maar in, reken maar na. Ik vul de 2 in. Vul maar in. Als dit 2 is, dan krijg je dus min 2 in het kwadraat plus 4, dan krijg je dus min 4 plus 4, et cetera. Zo kom je uit op 0. Bij de 3 kom je uit op min 5. Reken maar gewoon na. Het is een kwestie van invullen. Als je nu zegt, ja, dan ga je veel te snel, ik wil dat zien. Kijk dan bij tabel maken bij kwadratische formule. Of bij grafiek tekenen bij kwadratische formule. Daar leg ik het heel erg op het gemak uit. Dit zijn nu je getallen. En wat ik dus zeg maar doe, ik pak eerst de 0... Dan de 1, 2 en de 3. En als die spiegelend is om de 0, en dat zie je omdat die van deze vorm is, is die zo, bijvoorbeeld zo met die haakjes en met een kwadraatje, dan is die verschoven. Dan gaat het niet op. Dan is die nog te spiegelen, maar niet in de 0. Maar is die van deze vorm, dan is die te spiegelen. En dan krijg je dus hier 3, 0, min 5. Vind je dat nu link? Dan kun je altijd zeggen, dan reken ik er nog 1 uit en die andere. Dan weet ik al, oké, hier is die omgeklapt, dus daar spiegel ik hem. Vind je dit gewoon lastig of maak je veel rekenfoutjes? Doe het dan gewoon zo van links naar rechts of van rechts naar links. Maar let op, bij negatieve getallen haken eromheen als je hem in een kwadraatje stopt. Je krijgt dan deze twee tabellen. Nou, die moet je nu gaan tekenen. Nou, hoe lang moeten nu je assen zijn? Omdat het nu ook met een rechte lijn is, er moet zo meteen een rechte lijn in
en een parabool in je assen, is het wel fijn om iets verder te gaan dan wat je hier ziet. Dus hier zie je, kijk, horizontaal gewoon min 3 tot 3, duidelijk. Maar verticaal heb je min 5 en je hebt 4. Nou, pak er dan hier eentje boven en pak er daar eentje onder. Dus teken hier bijvoorbeeld min 6 en daar 5. Dan heb je dus een as van 11 centimeter. Nou, je weet, hij is gespiegeld rond de 0, dus we kunnen gewoon beginnen met de middelste as, zeg maar even, of met de verticale as, die zetten we in het midden. En dan zitten we op min 5. Zo diep gaan we tekenen, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Daar zit de 0. Tekenen we daar een horizontale as. Klaar. Dan even de x en de y erbij. En eigenlijk is die dan natuurlijk pas klaar. X, y en de o. En dan gaan we nu de getallen erbij zetten. En die ga ik even heel klein tekenen. En zet, als je streepjes zet, dan is het nauwkeuriger. Want als je geen streepjes zet, heb je heel snel de kans dat je er eentje verschuift. Vaak liet ik in de les de getallen weg, omdat het dan de tekening vertroebelde. Als ik juist wilde laten zien hoe zo'n tekening eruit ziet. Bijvoorbeeld in een assenstelsel waar ik daarna een ruit in moest gaan tekenen of zo. Maar jullie moeten dat altijd wel doen. En bij dit doe ik dat natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld een figuur moest gaan tekenen in een, bijvoorbeeld een vierkant in een assenstelsel. Ja, dan heb je last van al die getallen. En dan liet ik ze soms weg. Min 1. Maar dat is meer omdat het anders niet op de tv of op je schermpje overkomt. Oké, dit zijn de getallen. Altijd dus erbij zetten. En mijn tip is gebruik streepjes. Sommige leerlingen zullen dat ook moeten van hun docent. Nou, dan hebben we dit gedaan. En dan gaan we nu de punten erin zetten. Nou, en als je hier de punten erin gaat zetten, dan, even dit aan de weg gaan hoor, kun je zelf kiezen waarmee je begint. Ik vind het gewoon fijner om met die parabool te beginnen. En hoe doe je dat? Nou, bij min 3 hoort min 5. Dus bij min 3 hoort min 5. Dan ga je met je potlood naar min 3. Bij potlood, dat betekent niet met potlood. Bij min 3 en dan ga je zakken tot je bij min 5 uitkomt. Hoppa. Bij min 2 hoort 0. Oké, bij min 2 hoort 0. Oh, die zit daar gewoon. En dan kijk je bij min 1 hoort 3. Bij 0 hoort 4. Hier heb je ook weer een puntje. Hier heb je een puntje. En bij 3 hoort min 5. Dus je gaat met je potlood naar 3 en je zakt naar min 5. Je kunt ook zo spiegelen, maar dan moet je wel heel nauwkeurig tekenen. En dan moet je wel heel nauwkeurig kunnen tellen. Als je voor jezelf, in mijn spiegelen bedoel ik, bij min 2 komt hetzelfde uit als bij 2. Dus als je deze hebt, weet je twee hokjes, twee hokjes. Maar daar kun je in vergissen. Dus ja, alleen doen als je echt weet dat je dat netjes kunt. Dan een parabool tekenen. Nou, als je nu een parabool tekent zo, of zo in dit geval, en je hebt zo die punten, ga dan eerst opzij en omhoog. Of als je juist omlaag tekent, opzijgaand omlaag, opzijgaand omlaag. Niet recht omlaag zo, dan krijg je een puntje, krijg je een pijltje, zeg maar. Hè? Dat is fout. Dus je gaat hier opzij tekenen het omlaag. En dan laat je hem vallen. Opzij tekenend omlaag. En dan laat je hem vallen. Zo. Zet hier de naam van de grafiek bij. Y is min x kwadraat plus 4. De titel van de grafiek moet erbij. Doe je dat hier niet, halen we de punten af. Want er staan er 2 in. En je moet weten welk is wat. Nou zien we dat natuurlijk wel. Want we weten wat is een kwadratische functie. Wat is de rechte lijn. En toch moet het. Altijd bijzetten als je de 2 hebt. En bij andere docenten soms ook al als je de 1 hebt. Dan die rechte lijn. Ja, dat is gewoon simpeler. Bij 0 hoort 1. Er zijn docenten die zeggen, ja, je moet 3 punten pakken. Eentje voor de zekerheid is prima. Maar 2 punten voldoet. Want door 2 punten haalt de rechte lijn. En het boek houdt 2 punten aan. En heel veel docenten, daarom doe ik het ook. En dan teken je een rechte lijn erdoorheen. Zo. En nu zie je hier al de snijpunten komen. En ik had hem hier even iets verder door moeten tekenen. Zo. Nou, nu heb ik dus de snijpunten te pakken. En dat is ook een reden waarom ik dus iets verder door moet tekenen, hè, dan de min 5. Want er zit ook een rechte lijn in, dat ik al verteld heb. En ik had hier dus naar min 6 moeten tekenen. En dan was het niet gebeurd. Ik weet niet of jullie het zien. Ik had gezegd, ik teken tot min 6. Maar dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar als ik tot min 6 had getekend, dan had hij er beter opgepast. Dus ik, ja, ik zei wel, ik teken tot min 6, eentje eronder, eentje erboven, maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Omdat ik gewoon mijn gedachten niet erbij was. Nou, dan heeft verder helemaal geen reden van dat dat beter zou zijn. Gewoon één erboven, één
eentje hier erboven en eentje hier eronder. Dus als het min 5 is en 4, dan teken je van 5 tot min 6 de as. Dan heb je altijd nog een stukje uitloop. Nou, dit was hem volgens mij. Dan gaan we naar de snijpunten. Schrijf de coördinaten van de snijpunten op. Ja, die snijpunten, wat zijn dat nu? Nou, wiskundig gezien de punten die ze gemeenschappelijk hebben. Eigenlijk, zoals jullie zouden kunnen zeggen, de punten waar ze door elkaar heen gaan. Ik denk dat dat voor jullie beter, dat is niet echt wiskundig, maar dat is voor jullie denk ik beter te begrijpen. Wat zijn nu de snijpunten? Nou, de snijpunten, die zitten hier. Oh, krijg je, ja, het is een ander kleurtje. Dat is deze en dat is deze. Soms kun je het ook in je tabel zien. Hier kun je bijvoorbeeld zien, nee, hier staat hij ook niet in je tabel, nee. Soms heb je bijvoorbeeld, als we nu 1 hadden ingevuld, wat we niet hebben gedaan, dat is eigenlijk helemaal niet handig, van 0 naar 1, 0 2 is beter, dan had je gezien dat het een snijpunt was geweest. Maar je ziet het ook hier in je grafiek, hè? Dus je hebt eigenlijk heel die tabel er niet bij nodig. Nou, wat is nu het snijpunt? Het snijpunt is hier 1 opzij en dan zit je op 3 hoogte. Die hebben ze allebei. Haakje openen, 1,3. Die andere, die zit aan de andere kant van de as. Dan zit je op min 3. En die snijpunten zijn dus niet gespiegeld, hè? Op min 3. En hoe laag zitten we? We zitten hier op min 3. Lalalala. En we zitten op min 5. Dus min 3,5. Dat zijn je snijpunten. En handiger is om het zo op te schrijven. Eerst die laagste, zeg maar. Maar ja, dat is in principe ook al antwoord op de vraag. Dat was hem. Nou, ik hoop dat jullie het dan hadden. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!